Waar is de Groningse guerrillastrijdster Tanja Nijmeijer? In de jungle, op de vlucht voor het Colombiaanse leger, of misschien wel vermoord door haar eigen rebellenleger FARC? Niemand weet het precies, maar het zijn vragen die bijna iedereen, en zeker de Colombiaanse media, bezighouden. Want voor haar leven wordt gevreesd. Afgelopen juli werd in de provincie Bolívar, ten noorden van de hoofdstad Bogota, haar eenheid overvallen door het Colombiaanse leger. Daarbij kwamen 3 rebellen om. Daarbij werden ook Tanja's dagboek en laptop gevonden. Tanja zelf wist te ontkomen. De dagboekpublicatie en video's zijn ook in Colombia het gesprek van de dag. Afgelopen weekeinde deed de Colombiaanse journalist Camilo Jiménez onderzoek naar haar studententijd en krakersverleden in Groningen. Hij is van mening dat Tanja nog steeds leeft en zeer zeker niet door de FARC zal worden vermoord. If they kill Tanja, they would be in a very difficult situation to still legitimate themselves as fighters for peace. Bij het communistische rebellenleger FARC is 30% vrouw. Op desertie staat de doodstraf. En ook in het gevaar brengen van de beweging, zoals Tanja heeft gedaan, staan hoge straffen. De Colombiaanse correspondent en FARC-deskundige denkt wel dat Tanja een fikse straf zal krijgen. They would punish her as a European and as a media person that she's become. But normal punishments are, a charge, a big charge of work, not letting you sleep. Maybe they will give you a little fewer, less food, those kinds of things. De Colombiaanse televisie zond afgelopen weekeinde ook een filmpje uit waarop Tanja te zien is als guerrilla-strijdster. Overigens werd dit volgende fragment niet uitgezonden omdat het sympathie toont voor de FARC. Ik ben ervan overtuigd dat wij voor een goede zaak vechten en dat we hier, dat ik hier nodig ben. Ondertussen dreigt de oud-studenten Spaans uit Groningen een icoon te worden. Een soort Che Guevara. Want inmiddels verschijnen er al t-shirts op de markt met haar beeltenis erop.